Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Ik begin deze weekvlog even in een iets andere setting. Namelijk gewoon bij mij thuis. Maar ik wil heel graag dit pakketje aan jullie laten zien. Wat ik heb ontvangen en wat ik eigenlijk heel graag mee wil nemen naar Bonaire. Maar wat helaas net niet op tijd binnen was. Maar ik heb namelijk van een merkje dat heet Lily Silk echt een paar hele mooie items mogen ontvangen. Die ook nog eens heel erg handig zijn. Mensen die mij al wat langer volgen, die weten dat ik een heel lange tijd geleden, of nou ja, een half jaar geleden, mijn haar geblondeerd heb. En daar ben ik eigenlijk vorig jaar al wel mee begonnen. Maar na een keer in de zomer dat ik het heb gedaan, is mijn haar gewoon helemaal dood gegaan. En ben ik gewoon steeds een beetje bezig met het weer wat gezonder te maken. En nu heb ik dus van Lily Silk onder andere een paar spulletjes voor mijn haar ontvangen. Om te beginnen een aantal scrunchies van satijn. Want het zijn dus allemaal, zeg maar, silk producten die ze verkopen. En ik heb dus 4 maten satijnen scrunchies. Wat natuurlijk heel chill is voor je haar. Een grote, dus dat is leuk voor een grote knot of zo. Een iets kleinere. Een nog iets kleinere en dan deze. En deze vind ik zelf heel chill, want die zie je ook niet heel erg. En hiermee is het bijvoorbeeld ook gewoon super chill om je haar vast te maken als het dus nog nat is. Wat ik zelf altijd wel fijn vind om haar dan in een lage staart te doen. Omdat anders dit hier heel erg gaat pluizen, zeg maar. Dus dan doe ik het vaak zo. En dat kan dus heel goed met deze elastiekjes. Dan heb ik ook nog een hele mooie satijnen kussensloop. En die ga ik eventjes snel om mijn kussen heen doen, zodat jullie kunnen zien hoe die staat als die eromheen is. Zo, en wat ik hier aan ook fijn vind, is ze gaan gewoon dicht met een ritsje. Want ik heb altijd bij mijn kussens lopen dat mijn kussen er na een tijdje helemaal uit begint te vallen. Dat vind ik zo irritant. Zo, en dan ziet het er dus zo uit. En oh, dit slaapt zo lekker. En dit is dus veel beter voor je huid en voor je haar. Je haar breekt er minder snel eraf. Daardoor ben ik ook heel blij met deze. En deze wil ik dus eigenlijk heel graag meenemen naar Bonaire. Omdat in de zon en alles je haar nog slechter wordt. Dus ik dacht, kan ik maar beter zoveel mogelijk aan mijn haar doen om het nog een beetje oké te houden. Maar hij was dus helaas net niet op tijd binnen. Maar dat is dus deze. Ze hebben dus allemaal verschillende kleurtjes. Maar ik heb voor deze witte gekozen, want die past heel erg mooi bij de kussentjes die ik al heb staan. We hebben dus ook echt hele mooie verpakkingen waar het allemaal in zit. Namelijk in allemaal van die doosjes. Hier zat het broek in. Er staat hier dan Lily Silk, Better Silk, Better Life. En dan zat het helemaal mooi verpakt. In van dat papier. En dan staat er hier ook weer Better Silk bij de lijf. Het is ook heel leuk om dit cadeau te geven. Op deze manier. En dan zit er ook nog een foldertje bij. Met allemaal voordelen van de producten. En hier zie je ook een beetje de pyjama's en zo. Ook super leuk zijn die. Ja, oh, hier zie je ook die voordelen en dingen. 100% Great 6A Mulberry Silk. Nou, dat belooft wat. Maar goed, super leuk. Het komt dus ook allemaal in van die leuke doosjes. En dan hebben ze dus los van beddengoed en haarelastieks en dingen ook kleding. En ik heb dus deze hele mooie broek. Een hele mooie champagne-achtige kleur. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik moet zeggen, ik had hem nog leuker gevonden als de pijpen net iets langer waren geweest. Maar ik vind hem nog steeds wel echt heel erg mooi. En hij heeft hier van die details met knoopjes. En hij zit eigenlijk echt perfect voor mij. Daar ben ik heel erg blij mee. Goed, ik zal er eventjes linkjes in de beschrijving zetten naar Lily Silk met ook een kortingscode. Dan gaan we nu weer verder met de weekvlog. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, 6 december. En dat betekent dat ik vandaag jarig ben. Ja, leuk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hè? Char heeft gisteravond de woonkamer versierd. Vlaggetjes, ballonnen. Superleuk. En Fleur en Char zijn hier dus als een verrassing voor mijn verjaardag. Ze kwamen gisteravond aan en ik had gewoon helemaal niks na dan op eens door. Dus we gaan nu lekker met hun ontbijten en dan gaan we daarna lekker naar het strand toe. Want de anderen zijn ook geen Madelief, Maud en Maaike. Dus we gaan gewoon lekker met z'n allen wat leuks doen. En dan vanavond gaan we lekker uit eten voor mijn verjaardag. Helemaal zin in. Lekker met de meiden. Tjoe, 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 tjoe. Hoppa, wel weer lekker. Dank je, schat. Ik ga nog gewoon niet zo gaan. Hij is nog niet op. Hou je mond. Geef hem niet op, hoor. Nou, dat ook al niet, hè? Heerlijk. Heerlijk. Ja. Ik wil mijn broccoli. Lekker. We nemen het al helemaal over. Maar ik dacht dat vanmorgen als we niet in te laat zijn. Oké, wij hebben ons helemaal klaargemaakt voor het eten. Ik heb dit jurkje aan van Rad en Boa. Maar Maat en ik zijn met z'n tweeën hier. Ja.
Dit is namelijk een tattoo shop, want we gaan een tattoo zetten. Die vent die, want we wouden het al de hele tijd plannen, maar hij had elke keer geen plek. En toen appte hij vanmiddag van ja, ik heb toevallig vanavond plek. Ja. Ja, schatje. Dus we gaan dat nu snel zetten, maar ik sta hier half in mijn blote tetten. Dus ik hoop niet dat ik verkracht word. Maar we gaan nu naar binnen en ik ben heel benieuwd. Spannend. Spannend boterhammy. Ja, hier is het, maar het ziet er heel dicht uit. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Nou, dus het duurt ietsjes langer. Iets langer. Maar de tekening zit erop. Ja! Je moet even wachten, maar de tattoo artist is even gaan roken. Dus we zijn even lekker aan het wachten tot hij terug is. Dus eigenlijk is ook zo alles gewoon op alles is lekker op zijn gemakje. Echt op alles op Bonaire. Het is 5:05, die meiden zijn al bij het restaurant. En ja. Wij zijn waarschijnlijk een half uur te laat, als het niet langer is. Ja. Maar ja, boeien. Ja. Zo, ticket zo. Het was heel erg, ging helemaal stuk. Hij zegt, letterlijk, het doet gewoon... Maatdoers erbij. Het lijkt een soort... Tintelen. Een soort tintelen. Bon appetito. Heerlijk. Pita. Roosje. Nou. Ja. We hadden er nog eentje als het goed is. Ja. Oh ja, jullie hebben nog een tintelen. Ja, klopt. Oh, hoe zit dat? Ja, ik ga weer een opmerking dat ik meer in beeld moest. Ik leek kaal zo. Oh. En mij doet was ocean. Lekker. Ja, die is voor mij. Geef hoor. Broederliefde is hier. Ja, was leuk. Was leuk. Sebastian. Broederliefde. Ja, lekker. Maar, oh, je bent aan het... Ja, ik ben aan het rekken. Oh, aan het rekken? Ja, rekken als in hij staat op zijn film. Oh, recorden! Dit leek met mijn film. Mijn hand. Dit is wel leuk. Meis, we zijn lekker aan de S-maatje. Kijk, maar het lijkt nu net alsof hij heel zielig alleen zit te breed met zijn... Zo van, oké, hier stopt het. Daar is niks meer. We zijn met z'n drie uit eten voor Rosa haar verjaardag. Met z'n drie. Nee, het gaat er goed in. Het gaat er allemaal goed in. We stoppen met rekken, hè, Roosje? Ja. Goedemorgen, jongens. Het is vandaag dinsdag. En het voelt als maandag. Hey. Ja, hallo. Nee. Wij zitten in de auto. Ja, echt. Sarah moet namelijk werken vandaag. Wist ze even niet, maar ze moet dus werken. Ja, ik had met iemand gereld, maar dat wist ik niet meer. Maar goed, wij gaan nu even snel Fleur en Char ophalen. Dan rijden we door naar Sebastian's. We gaan... Gaat Saar werken en dan gaan Fleur, Char en ik daar lekker gewoon chillen vandaag. Dus dat is de planning eigenlijk. Dus ja, we zijn een beetje haasten, schat. Nou jongens, wij zijn bij Kite Beach. We gaan lekker eten. Eten met vrienden. Dat is een pomp voor de kite. We hebben allemaal lekkere dingetjes gehaald. En dan gaan we nog even eten. Het is inmiddels avond en ik ben me even aan het omkleden. Ik heb net lekker gedoucht. Even, oh mijn god, al die $1 briefjes. Zo kut, maar daar wil ik dus even van af. Dus die neem ik lekker mee vanavond. Ik ga er zo vandoor met Fleur en Char. Want we gaan even een ijsje halen. Maar goed, ik heb ze eerst nog gedoucht. Want we waren lekker op het strand, dus even een beetje gaan picknicken. Maar ik heb nu dit aan. Oh. Het jurkje is van mijn lief, maar hij is volgens mij van Olivia en Kate. Hij is echt mega, mega cute, vind ik. En dan heb ik deze Gucci schoenen en mijn zadige tas erbij aan. Dus ik ga nu snel de auto in en dan hou ik Fleur en Char op. En dan gaan we lekker een ijsje halen en eventjes een drankje doen in de stad. Kom er nog een tijd. Elke dag in de wijk, weet ik veel wat. In de wijk. Wel eens pijn. Veel gezeid, wel eens pijn. Gekke tijd. Elke dag mijn lichaam flexing, wat? Hier, Rosa Vlogs. Dat moet hem beneden. Dat moet hem beneden. Yeah. Palusje. We zijn nu naar Buena Vista en gaan nu even. Buena Vista! Losjes! Nee jongens, goedemorgen. Het is vandaag. Vanavond. Ga je niet zo? Kan mij iets bijvoorbeeld welke de acties op en wij gaan nu
naar Fleur en Charlotte toe. En dan gaan we daarna gaan we varen met die gasten. Dus helemaal leuk. Lekker op de boot. Op de boot. Ik heb een buikje vandaag. En ik heb een soort jurkje ding aan van... Van Shein is deze. Echt? Ja. Oh, goed. Hé, maatje, smaatje. Ja, mop. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ik ga jullie even laten zien hoe de wc hier in Bonaire gaat. Doe jij het kraantje aan? Dan gaan we de deur dicht. Doe anders denken mensen maar uit. Doe je het kraantje aan? En dan spoed het zo. En dan krijg je daar zo water. Dan kan je daar passen. Dat was de wc-tour. Ik ga helemaal steken. Ja, we gaan naar de barbecuing. Hier is mijn poes. Hey! Maar ben je lekker bezig, Bjorn? Doe je heel goed, Bjorn? Altijd. Ik vind dat zo awkward af en toe. Ik zou mezelf echt heel... Lekker aan barbecuen. Nee, we zijn lekker aan barbecuen. Je moet even filmen. Hoe ja, leuk. Hier, ik heb net Bjorn gefilmd dat hij aan de barbecue maar. Was. Kom maar. Hier oh ja, barbecue, ja. Wow. Ja, ik hoor de woning net dat het water is gedaan. Eigenlijk zou ik over een week vandaag naar huis gaan. Ja, erg, maar echt zo gezellig dat ze blijft. En ze komt ook terug. Ja, Cura zou gaan. Ja, we gaan Cura. We gaan Cura pakken. Helemaal leuk. Hoi, welkom bij de nieuwe vlog. Vandaag zijn wij Cantiana Snack. En ik kan niet in de kamer maken. Oh nee. Mag niet. Hoezo niet? Nee, dat is wel weer. Wij zijn lekker aan barbecue. En de rest zit gezellig. Snacken. Hey Do! Ik heb een takeover. Do is hier op vakantie. Nee, ik was. Oké, dan ga ik het niet uitspreken. Okay. Maar Do is hier op vakantie en hij blijft 3 weken. Maar misschien gaat hij wel verlengen. Probeer het te liken. Het is vreselijk. Het is vreselijk. Maar hoe werkt dit dan? Moet wel een beetje doen. Hallo. Ja, hoe gezellig. Je zit hier. Hier dus je eigen vlees op de barbecue gooien. Daar. En dan kun je dat dus hier gewoon lekker opeten met z'n allen. Later. Zeg ook. Proost. Cheers. Dat meen ik mee. De telefoon is bijna leeg. Moulamous. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en wij zijn weer op stap. Lekker op stap. We gaan nu even Fleur en Charlotte ophalen. Dan gaan we lekker even boodschapjes doen, ontbijt halen. Dan gaan we lekker op het strand ontbijten. En dan gaan we daar kijken waar we dan heen gaan. Dus nou, let's go. Nou, lekker ontbijten met de meiden. Toen heb je een leuke bikini aan. Ik had deze ook bijna aangetrokken vandaag. Zo niet in mijn fiets, maar... Dat maakt niet uit, schatje. Oh, kijk, hè. Wij zitten lekker bij Delphine. Ja, ik heb sowieso niet aan mijn fiets, maar... Hey Charlotte. Ja, maar dat vinden wij ook niet, maar ik wil hem wel in kleur, want dat vind ik mooier. Ja, dat heb ik dus ook met die ene dat ik de boot uitstap. Maar ja, die kan op zich gewoon wel zwart-wit. Wat? We gaan even zo eten. Lekker zonnen, lekker chillen. En ja, dat was het. Dat was het. Verder niet zoveel. Zo vlugger worden. Oh, hij is echt vies. Lekker wat hapjes. Helemaal goed. Ja, hartstikke leuk. We hebben alleen. Nou, lekker, sushiboot. Echt heel lekker. Echt heel lekker. Ja. Ja. Goedemorgen, het is vandaag. Welke dag is vandaag? Vrijdag, toch? Vrijdag. En wij gaan weer lekker naar het strand zometeen. We gaan eerst even naar Winkeltje Beach Vibes. Oh, ik heb mijn puist om wel. Oh, wat lekker. Ik wil wel buiten filmen. Als jij buiten wil filmen, gaan we buiten onze auto doen. Als uit van de Lela. Gaan we
Okay, ja, we gaan zo even met Fleur en Char naar Beach Vibes winkeltje. Dan gaan we daarna door naar Ocean. En Freek gaat ook gezellig mee vandaag, dus het wordt een hele gezellige dag. En Char en ik gaan zo even aan jullie onze outfit laten zien. Lekker Chinaas appeltje. Het is fucking warm vandaag, zie je nou. Is die opgeladen? Ja. De outfit. Hey. Hallo! Wow. Dan ga ik de outfit op de D laten zien. Ja, we komen ons horen. Oké. Okay. Ik heb een shirt van Rosa aan. Van Arte. Noem je dat Arte? Arte. Met een tassie. Van de Zaar. Geen idee. Met mijn vent. En de zonnebril. Van ASOS. En Roos? Ik heb een shirt van Zara. Ik heb een nieuwe M&M. En ik heb Zara New Balance schoenen aan. Oh, ja. Ik heb een Lino-tasje om. Zonnebril van Weber. We gaan ervoor. We zijn weer losjes! Freekie is erbij. We zijn weer bij Ocean. Zoals altijd. Het gaat een beetje vallen. Want dit is niet echt boeiend. Het is niet echt een vibe. Het weer ook niet. Het weer is ook geen. Nee. Het is onze handen. Ja. Oh, dat was helemaal erg. Het begon het opeens te regenen. Zitten we onder onze handdoek? Het was gewoon zo koud dat we onder onze handdoek zaten. Leuk voor het vlog dit. En we zitten al niet meer te wachten. Oh, ik heb corona nodig. Ik kan niet meer. Echt niet. Oh, je had het zo gezien. Nou, lekker. Echt hè? Oh. Hey guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back. Welcome to my week now. Jeetje. Oh, hij gaat uitvallen mijn camera. Wat kut. Zo. Kut. Nou goed, wij gaan lekker drankjes doen. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en het is nu 9:50. En wij gaan er vandoor. We zitten in de auto. Sarah is alleen even snel de zonnebril pakken, want die was vergeten. En dan moet Sarah vandaag werken. En dan ga ik straks even foto's maken met Fleur en Char. Dus ik heb een heel klein beetje make-up op mijn ogen gedaan. In de hoop dat ik er een beetje normaal uitzie op de foto. Dus we hebben een aantal outfit-dingetjes mee. Heb ik daar in mijn tas zitten. En dan gaan we gewoon lekker een beetje rondrijden. Een beetje kijken waar het leuk is om een fotootje te maken. En dan gaan we even foto's maken. En Sarah die moet werken. Maar had ik het al gezegd? Ben je het al gezegd? Goed, Sarah moet in ieder geval werken. En dan pikken we haar vanavond op en dan gaan we daarna bij voetbalwedstrijd kijken van Freek en zo, want dat is hun laatste wedstrijd. En dan is het winterstop, want dat hebben ze dus blijkbaar hier ook. Lekker in de werkkledij. Heerlijk schat, heerlijk. Helemaal ready to work? Helemaal ready. Helemaal ready. Nou, wij zijn foto's aan het maken. Fleurtje heeft net foto gemaakt. Daarbij een huis en we lopen nu even naar de auto. Dan rijden we door. Dan gaan we naar Riri. Dan gaan we naar het strandje. Dan gaan we lekker in het zeewater even een foto maken. Ik rij eerst wel een stukje daarheen. Want daar heb je ook een heel mooi strandje met een trappetje in het water. Ja! Dus dan gaan we even daarheen en dan. En daar heb je ook nog wel een leuk muurtje van een huis. Dat zit er ook bij. In de auto ga ik even andere video maken. Ja. Dus, nou ja, goed. Leuk joh, echt leuk. Leuk. Ja, mooi.
En gewoon oppassen dat we niet worden aangereden hier al. Dat zou namelijk ook een beetje lullig zijn. In die plassen water. Gaat verder. Ga nu naar een strandje waar je ook een grappetje hebt. Bariri moet hem naar boven duwen. Ja, Bariri moet naar beneden. Riri. Ratta. Ratteriri. Ik heb geen dikke. Wiri. Tette. Oh, de takeover bijna. Oh, lekker schat. Ga jij maar even een foto maken. Nog takeover bij Charlotte. En weer even een ASMR'tje. Kijk of daar iemand aankomt. Nu wel. Oké. Okay. Even kijken hoor. Maar nu kan je, want er komt nu geen auto aan aan deze. Van een olie. Hier wel nu. Oh. Roze via code, driving in Riri. Oké. Okay. Nou, even kijken hoe dit werkt. Oh jezus, ik ben helemaal bezweet. Nou jongens, wij zijn bij het volgende plekje. Chicago. En we gaan hier gewoon lekker even. Even lekker een drankje doen, jongens. En ik neem jullie gezellig mee. Kom mee. Lekker. Kom mee. We hebben de camera van mijn huis, daar hebben ze het helemaal mee gemaakt. Net al. Zak de shit aan wat je mag. Hij heeft de reden met de lucht. Hij heeft de reden met de iedereen. Wat erg dit. Oh, maar kijk, mijn ogen voelen me helemaal dik aan. Nou, het voelt me wel slaapschat. Ja. Hoe laat is het? Oh, echt. Jongens, jullie hebben geen idee. Het is 8:30. Ik zal maar niet vertellen hoe ik wakker werd vanochtend, want dat liep heel fout. Ik was om, hoe laat was ik thuis? 8:00. 8:00. Ja. En iedereen, dus letterlijk iedereen van het eiland, gaat lekker bij zijn bestie en chillen vandaag. Oh, die dikke oogjes, ja. Gaaf. Ja. Heel anders en sneller heen. Titterish? Dat horen ze echt wel. Meiden gaan weer naar huis. Jongens. Oh, iedereen is zo dood. Goedemorgen, Kralendijk. Ik sta in de midden. Gadver. Nice, lekker eten! Lekker schatje, dankjewel! Nee jongens, even afscheid, dinertje. De meiden gaan straks naar het vliegveld. Dus even tot die tijd, het is nog lekker eten. Vandaag weer een lekker dagje, de Karels, super tent. Vlog 5. Wereldtent. Plus 6. Mijn schatje Madelief. Met Rosa. Mijn andere doosje. Jos, gooi die vlog. Jet. Gang. Lekker uit de maandag. Ik ben met Peter. Hij heeft een grote bek.